Welkom bij het Centraal Justitieel Incassobureau. Ja. Voor Nederlands kies 1. Goedemorgen, informatiecentrum. U spreekt met Joken. Ja, goedemorgen. U spreekt met de heer Opstelten. Hallo. Hallo. Ik ben vandaag geflitst. En op het moment dat ik Maastricht binnenreed... Ja. Zoals u begrijpt, komt dat mij nu niet zo heel erg goed uit, hè, met de plannen die zijn ingediend. Dus mijn vraag is of die boete eventueel ongedaan gemaakt zou kunnen worden. Nou, niet van tevoren, meneer. Dan zou u eens even niet bij ons. Dan zou u de politie eens even moeten bellen. Ja, het probleem is namelijk, ik neem aan dat u weet wie ik ben. Ja, zeker. Het is een beetje vervelend als ik dan ook in eerste instantie met politie in aanraking kom. Dus mijn vraag is, kijk, als de politie inderdaad deze bon dus gaat doorsturen, dan krijgt u dat. En dan is dus mijn verzoek om het dan gewoon kwijt te maken, als u begrijpt wat ik bedoel. Ja, ik begrijp heel goed wat u bedoelt. Ik ga dat eens even navragen of daar wel een mogelijkheid voor is. Moment, graag. Ja hoor. Meneer Opstelten, ik heb even een telefoon gevonden van iemand waarmee ik u door kan verbinden. Ja, moment graag. Dank u wel. Goedemorgen, communicatie. Ja, goedendag. U spreekt met Opstelten. Niveau Opstelten, goedemiddag. Morgen is het nog, hè? Morgen ja. Nog, ja hoor. Ja. U heeft van de collega begrepen wat exact het probleem is? Ja, ik heb begrepen dat u bent geflitst. Ja. En dat u wil kijken wat de mogelijkheden zijn om die uit het systeem... Juist. Ja, kijk, het is een beetje... het komt heel, heel slecht uit natuurlijk nu. Ja. Ik heb net die plannen doorgevoerd... dat wanneer je zeg maar harder dan 10 kilometer rijdt, dan een flinke extra boete krijgt. En nou goed, als u in de pers komt dat ik zelf nogal ben doorgevaren, dan ben ik niet helemaal geloofwaardig meer, begrijpt u? Nee, dat begrijp ik. Ja. Ik weet niet precies, ik ben niet zo technisch onderlegd dat ik gelijk kan inschatten van dat kunnen we op die manier even oplossen. Ja. Wat ik waarschijnlijk nodig heb, is het kenteken dat geflitst is. Ja, ja. Kunt u mij daaraan helpen? Jazeker. Nu is het zo, ik ben nu op dit moment nog ergens bij een afspraak. Kan ik u dat doormailen eventueel? Ja hoor, dat mag. En dat is? Dat kunt u mailen even rechtstreeks naar mijn postbus. Dat is @cjub. Ja. .nl. En dan kunt u eventueel kijken wat de mogelijkheden zijn, begrijp ik. Dan ga ik hem oppakken en dan ga ik het bedrijf in. Ja, okay. Ik denk dat er inderdaad dan ook met de politie nog even contact over zal moeten... Ja, dat begrijp ik. Maar we gaan ermee aan de slag. Ja. Mag ik u hartelijk danken dat er natuurlijk dit in vertrouwen gebeurd is, hè? Ja, natuurlijk. Ja, okay. Dank u wel. Dank u wel, hoor. Bedankt. Dag. Radio, televisie, internet en teletext voor alle Limburgers. L1.